Peter, ik stuurde vanmorgen of vanmiddag een tweet. En die was opvallend, vond ik. Die verwees naar Martin. Godverdomme, rest in peace. Kan je aangeven, toen ik dit las, dacht je van, alsof je hem nog wilde waarschuwen of zo. Of dat wil je zeggen van, ja, je wist het toch? Nou ja, ik heb hem vaak gewaarschuwd. Ik heb regelmatig contact met hem gehad. En hij was natuurlijk vaak zo provocerend en ongenuanceerd bezig. Had eigenlijk lak aan elk journalistiek principe van hoor en wederhoor. En nou ja, ik heb hem dat wel eens geprobeerd duidelijk te maken. En gezegd van ja, wat je doet, dat kan niet zo. En daar krijg je ook problemen mee. En nou ja, dat lachte hij eigenlijk altijd een beetje weg. Hij koketteerde er in feite ook wel mee. Hè. Toen hij beschoten was, toen zei hij ook eigenlijk vol trots van ja, een beetje misdaadverslaggever, die moet kogelgaten in zijn auto hebben. He, dat was zijn manier om ermee mee om te gaan. En nou ja, toen dit dus gebeurd was, ja, toen had ik wel zoiets van ja, Martin, verdomme. Je wist het. Ja. Zocht hij het op? Nou, op een bepaalde manier wel. Hij keek hoe ver hij kon gaan. Daar was hij wel mee bezig, ja. Timo, jij bent bezig met een boek over hem. Ja. Hoe ver was het boek? Nou, ik moest toch 1-2 gesprekken met hem hebben. Ik heb het laatste jaar heb ik hem veel ontmoet. Aanvankelijk bij hem thuis. En nadat hij die bom onder zijn auto was gevonden, was hij op verschillende plekken werd hij ondergebracht in Nederland. In safe houses. En nou, dan appte hij mij waar hij zat. En dan vertrok ik zo 1 keer in de 2-3 weken naar hem. Nadat die bom is gevonden, is hij ook, hebben ze mensen hem geïnterviewd. En ook daar klinkt hij behoorlijk nou, ontspannen eigenlijk, nadat er een bom is gevonden. Luister me even mee. Eten in het restaurant, met lekkere wijven, het eten in het kalfje, het eten. En zag op een gegeven moment, toen ik het uitliep, zag ik ook een bommenmaat. Ze doen het best, maar ze halen de bommen maar weg. Wij gaan nog even lekker suipen en lekker naar de hoeren snoeren. Dan gaan wij, Flinders gaat gewoon door. Flinderscrime, het is de beste site, jongen. Daar gebeurt het allemaal, jongen. Ja, als ik hem zo zie, ik bedoel, als ik een bom... Maar goed, ik ben helemaal niet in het milieu. Maar als ik een bom op mijn auto, ik zou wegduiken ergens. Maar hij had helemaal daar geen last van. Nee, ik heb ook wel tegen hem gezegd van, doe nou eens even rustig aan, man. Want je beschuldigt iedereen en je zet iedereen zonder balkjes foto's van mensen op de site. Noemt iedereen met naam en toenaam op basis van halve of nog ineens geruchten. Hij was heel roekeloos. Maar ja, kijk, tegelijkertijd zei hij ook tegen mij, als ik hem dat zei, dan lachte hij een beetje. Dan haalde hij zijn schouders op en dan zei hij van, ah joh, het leven is geen wedstrijd in wie het oudste wordt. Dus ja, dat typeert hem ook wel, denk ik.